Nou, we zijn hier in Bolzat. Prachtig een mooie stadje, een van de Friese elfsteden. Ik ben Bernard Dames, gebiedsregisseur bij Aukien. We staan in Plan Noord 2, dat is een wijk van Bolzwart, een bruisende wijk. Als opbouwwerker probeer je samen met de inwoners te kijken waar de behoefte en waar de wens ligt. Ik ben Daisy, ik ben bewoner van Plan Noord 1 en vrijwilliger van het Sociaal Collectief. Als vrijwilliger help ik met ontbijtpassen uitgeven. Deze passen zijn voor gezinnen met een wat kleinere beurs. En voor de ouders om gezonde ontbijt te kunnen halen voor hun kinderen, om de dag goed te starten. We hebben echt een multiculturele school. Ik denk dat Minskip hier wel betekent dat we oog voor elkaar hebben. We proberen elkaar te helpen waar kan. We staan voor elkaar open, ongeacht welke cultuur of achtergrond we hebben. En het beetje leven met elkaar vooral en voor elkaar, dat is wel heel erg belangrijk. We hebben hier een hele actieve wijkbuurtvereniging die hier activiteiten organiseert. Het is heel belangrijk dat deze stroken tussen die flats, dat die een bestemming krijgen. En dat het ook echt voor de jongere kinderen een ontmoeting en een speelplek is waar zij veilig en leuk met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast zijn er initiatieven vanuit het Sociaal Collectief en Aukien met bewoners in contact te komen van buurttafel tot bakje in de buurt, maar ook gezamenlijk eten in het wijkrestaurant in het Heeghout. Ik ben Kees van Kordelaar, die 12 jaar in deze parochie mogen werken. Een aantal maanden geleden heb ik afscheid genomen. Maar wat ik voornamelijk heb gedaan en heb geprobeerd is om zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact te laten komen. Om zoveel mogelijk verbindingen tot stand te brengen. Ja, ik ben vooral heel erg trots op als ik zie hoe die vrijwilligers gewoon door zijn gegaan met waar ze altijd al mee bezig waren. En dat je toch zonder mezelf belangrijk kunt te maken dan dat ik ben. Maar de vrees was toch wel dat als ik weg zou gaan, ik was de enige beroepskracht, dat het dan ook een beetje uit elkaar zou kunnen gaan vallen. En dat ik hier terugkom in de kledingbus zie en dat ik hier zie hoeveel leven er in het huis van compassie is. Ja, dan vult mijn hart zich ook met compassie. Dan word ik daar heel erg blij van. Nou, er zijn diverse projecten inderdaad en initiatieven, ook los van Sociaal Collectief, die ontstaan door de bewoners in deze wijk. Omdat het wel een bruisende wijk is. Het is een wijk waar behoefte is aan ontmoeting. Dat er weer toch weer kleinere groepjes mensen bij elkaar komen, vriendschap ontstaan. Dat is uiteindelijk het mooiste van zo'n activiteit.